alsof je iets nuttigs aan het doen bent. Ja. Ja. En dat met boeken. Hey. Ben je er klaar voor? Zeker. Wat studeer je eigenlijk als je literatuurwetenschap studeert? Niet alleen lezen van literatuur, maar ook lezen over literatuur. Geschiedenis, maar ook cultuur en samenleving in het algemeen. Maakt je bewust van hoe je achtergrond invloed heeft op je manier van denken. Hoe literatuur in verbinding staat met de maatschappij en met jezelf. Ik vind het heel leuk tijdens mijn studie om gewoon te zien hoe mensen zichzelf een stem geven. Wat vind je bijzonder aan de studie literatuurwetenschap aan de UU? Ik denk dat het docententeam heel erg divers is. We kijken ook naar bijvoorbeeld Aziatische of Afrikaanse culturen. Daar leerden we ook feministische poëzie lezen. En dat zorgt dat je gewoon een hele brede blik krijgt op literatuur. Het is ook gewoon toepasbaar op andere media, zoals film, games of theater. Is je mening over literatuur veranderd gedurende je studie? Zeker weten. Ik ben erachter gekomen hoe breed literatuur eigenlijk is. Dat het een tijdsgebonden stem is van één persoon echt in de geschiedenis. Hoe voel jij je vrije ruimte in? Ik doe dus eigenlijk gewoon twee studies, filosofie en literatuur, die heel goed te combineren zijn. Ik volg de minor, de Global Asia. Ik heb meegedaan aan het honorsprogramma. Ik zit erover te denken om cognitieve wetenschap erbij te gaan doen en data science. Waarom heb jij voor literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht gekozen? Ik denk dat het super interessant is dat je hier naar het buitenland kan gaan. Ik vond het heel belangrijk dat de oudheid ook werd meegepakt. Dat er ook een stukje filosofie in zit, een stukje geschiedenis. Wat is het mooiste inzicht dat je tijdens je studie hebt gekregen? Nou, dat is een behoorlijke vraag. Hoe belangrijk literatuur eigenlijk wel is voor de samenleving. Natuurlijk is literatuur overal om ons heen. Het is eigenlijk alles. En dat vind ik het allermooiste. Dat je dan ook meer gaat denken over überhaupt de functie van tekst, functie van woorden. Wat wil je na je studie literatuurwetenschap gaan doen? In de politiek of iets in bestuur bijvoorbeeld. Ik wil vooral gewoon nog heel veel meer leren. Ik ben echt nog niet klaar met nieuwe dingen ontdekken. Het lijkt mij heel gaaf om uiteindelijk les te kunnen geven aan een universiteit.